Dit zijn de eindejaarsgesprekken van 1 Amstelveen. In de categorie standvastig kozen we voor de documentaire Gerlach. Gerlach van Beinum, een akkerbouwer puur sang. En hoewel de wereld om hem heen in rap tempo verandert, laat hij zich niet verleiden door het grote geld. Al vanaf zijn tienertijd boert hij onder de rook van Schiphol en figureert zijn huis aan de rand van Amstelveen als een ontmoetingsplek voor veel buurtbewoners. Alione van der Horst en Luc Bouwman volgden Gerlach gedurende 5 jaar. De documentaire werd door de ITVA vakjury uitgeroepen tot beste Nederlandse documentaire. Ook bleek Gerlach een publiekslieveling door te eindigen op de 8e plek van 142 inzendingen. Presentator Astrid Kraan ontvangt voor dit eindejaarsgesprek hoofdrolspeler Gerlach van Beinum en makers Alione van der Horst en Luc Bouwman. Welkom Gerlach. Welkom Luc en welkom Alione. Dankjewel. Ja, heel fijn om u aan tafel te hebben. Ja, ik vind het heel mooi om hier te wezen. Mooi, dat is mooi. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar dat onder onsje dat u had met Mona Keizer. Met Mona Keizer in de jaar. Ja, dat ging al een beetje oppervlakkig hoor. Ja, ging het niet de diepte in? Nee. Had u dat wel gewild? Nou, net dan. Net ja, aan. Ik kwam er toevallig langs haar lopen. Ja. En toen sprak ze me aan. Maar het ging een beetje relaxed. Wat ze. Dus ze ging eigenlijk naar een andere film. Ja. Oh, en toen kwam ze toevallig bij u in de zaal zitten. Heel toevallig. Er was nog een andere dame die zegt, zit Mona Keizer. En die bracht me naar haar toe. Ja, ja. Zo ging het. We hebben gewoon even gezellig over koetjes en kalfjes. Maar u heeft niet echt zaken met haar gedaan? Nee. Oké. Nou, ik was heel nieuwsgierig. Dat komt nog, oké. Okay. We samen misschien nog bellen. Dan kunnen we daar later nog een keer over ja, hebben. Precies. Ja, precies. Alione en Luc, hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze documentaire? Nou, ik kom uit Hoorn. Ja. En mijn vader die is een jaar of 40 geleden een keer aardappelen wezen halen. Bij Gerlach, Dorees. En Gerlach rooide toen met de hand, want die machines maakten het allemaal kapot, toch? Het scheelt, er zijn nieuwe aardappelen. Ja. En die beschadig je met zo'n machine gauw. Ja. Als je dan met de hand rooit, dan heb je hele mooie... Schone en mooie aardappelen, niet beschadigd. Oké, okay, maar... Het velletje gaat er gauw af. Ja, he? Dat doet u nu niet meer, dat met de hand? Ook nog rapen ze wel op, als het nodig is. Maar dan lichten we ze eruit. Oké. Okay. Ja. En, toen, en daar ontstond dus een vriendschap uit. En mijn vader die kwam dus heel vaak in de keuken van Gerlach. En dat is eigenlijk ook een beetje een eigenwijze anarchist. Dus die twee die... Vonden elkaar? Die vonden elkaar wel. Ja, dus, we zijn En 40 jaar bij me. Precies, ja. En ik heb op een gegeven moment ook wel van mijn ouders een film gemaakt. Ja. En toen kwam Gerlach naar de première kijken, want dat was toen bevriend met mijn vader. En toen, eigenlijk de afgelopen 25 jaar, kwam jij steeds ook naar allemaal andere films kijken. Verjaardagen, allemaal. Dus ik zag Gerlach heel vaak en ik hoorde altijd over die rechtszaken en die onteigeningen. En dat ze dan toch gewoon als een soort van... Asterix en Obelix, dat je daar zo een beetje bleef zitten. En dus ik dacht heel lang, nou, ik moet een keer een film maken. En op een gegeven moment kwam ik Luc tegen. Ik dacht, nou, dat is leuk om samen een film te maken. En dacht jij daar ook zo over, Luc? Nou, Alione vertelde over Gerlach. Ja. En wij zagen elkaar in die periode vaker, omdat Alione eigenlijk mij hielp met een film die ik aan het maken was. En een paar keer achter elkaar kwam Gerlach ook ter sprake. En hoe gaat het met Gerlach? En toen heeft Alione voorgesteld van laten we anders samen die film gaan maken. En ik was heel benieuwd. Dus we zijn met z'n tweeën toen ook naar Gerlach toegegaan. Hoe was die ontmoeting? Want Alione kende u wel, maar Luc kende u nog niet. Nou, heel relaxed hoor. Ja? Ging heel goed. Er was gelijk een klik. En u dacht... Ontzettend een goede klik. Ja, dus ik durfde het avontuur wel aan te gaan. Ja, en we hadden het altijd over muziek en andere dingen. En we hebben in een band gespeeld. Ja, ja. En daar hadden we ook een heel leuk gesprek over. Zodoende. Zodoende. En toen begon het. Nee. En zo, nu dan stonden ze voor de deur. Ja. Met een hele camera en een geluidsman. Hoe was dat voor u? Want u woont daar eigenlijk gewoon in uw eigen omgeving met bekenden uit de buurt. En op een gegeven moment krijgt u heel regelmatig een cameraploeg op bezoek. Heel, dat was ook wel heel van tevoren heel gezellig. Ja. Over de politiek wat praten en over dingen. En dan. Ja. Het was ook heel vertrouwd, want ik kon Alione al. En Luc had ik toen ook al ontmoet. Het was allemaal heel vertrouwd. Oké, uiteindelijk. Ja. Ja, en dat werkt uiteindelijk.
Ja. Want jullie zijn met een bepaald idee aan de film begonnen. Hè? Werd het een idee van een feel-good film? Of wat was aanvankelijk jullie plan? Nou, feel-good was niet het vertrekpunt meteen hoor. Ik denk dat we in eerste instantie gewoon Gerlach een hele interessante en een slimme en leuke man vonden. Dus we dachten, we moeten eigenlijk een portret zien te maken. Maar het ging ook over de strijd eigenlijk van Gerlach, waar die in zat, dat die mogelijk onteigend zou gaan worden. Ja. Rechtszaken die gevoerd werden, bijvoorbeeld tegen McDonald's. En toen we begonnen hadden we het idee dat de film ook wel heel erg daarover zou gaan. Dat zit zeker ook nog wel in de film, maar zo langzamerhand werd ook duidelijk dat eigenlijk ons oorspronkelijke plan een beetje in duigen viel. Ja. Er waren helemaal niet zoveel rechtszaken. Ja. En door de jaren heen werd het meer en meer een film over vriendschap en juist dat we veel in de keuken hebben gefilmd, waar vrienden van Gerlach ook langskwamen. En er gebeurden ook dingen die wij van tevoren niet hadden bedacht als filmmakers. En we hebben eigenlijk toegelaten dat de film veel meer over het leven zelf ging dan alleen maar over een soort strijd en over die onteigening. Ja, eigenlijk, je zegt zoals het leven vanzelf gaat. Hè? Want toen jullie begonnen, zo'n 5 jaar geleden, want jullie hebben 5 jaar met elkaar samengewerkt, toen was de situatie, als je het hebt over akkerbouwers en boeren, natuurlijk totaal anders dan als die nu ook is. Een hele andere ontwikkeling. Ja. Ja, en wat zijn daar de meest opvallende ontwikkelingen in geweest, wat u betreft? Nou ja, dus voor mij persoonlijk met die boerderij dan, we hebben die rotondes gekregen en die sneltram, dus mijn boerderij werd hoe langer hoe stukjes afgehaald. Hè? Mm-hmm. En dat was het mooie, de echte poldergevoel is weg. Denk ik nog, die sneltram die nu komt, dat was een heel mooi gebied. Met vogels en noem maar op. Het is nu allemaal, het is niet meer zo aantrekkelijk om dat te bekijken. Wat doet dat met u? Nou, je neemt afscheid van de situatie. Hè? En afscheid op welke nou ja, afscheid? Dat het niet meer zo polderachtig is, zeg maar, dat ongedwongen. Er komt natuurlijk zo'n sneltram en die rotondes geeft ook heel veel lawaai ook. Het is minder buiten zijn. Het is meer echt het landelijk gevoel gaat langzaam daardoor, wordt elke keer een beetje ingekrompen. Hè? Ja. Daar moet je erg aan wennen. Want ja, het is allemaal lawaai, ook door Schiphol en ook vervuiling en die vliegtuigen. Het wordt hoe langer hoe drukker, hè? Ja, en u heeft het over vliegtuigen, Schiphol, vervuiling. Wat heeft dat voor effect op uw land? Ja, het wordt allemaal, ik zie het ook al aan mijn gebouwen, die zitten helemaal onder de roet. Dat moet je zo om de zoveel jaar allemaal, maar je ademt het ook in. Dat spuiten we er wel af dan, met een hoge druk. Ja. Je woont niet meer in zo'n schoon gebied. Ja. Dat merk je ook. Dat is eigenlijk wel, ja, het wordt industrieachtig allemaal. Ja, en de tijd verandert natuurlijk, hè, want we krijgen meer industrie en dingen veranderen. Had het anders gekund? Had het op een andere manier gekund? Ja, dan hadden we minder moeten kopen op internet en al die distributiedingen. Ja. En minder moeten, we hebben er zelf voor gekozen. Ja, en dan is dit het gevolg daarvan. Daar is daar het gevolg van. Ja. En we willen dit ook. En misschien wat meer kleinschalige boerderijen ook. Ja, want dat zeg je wel vaak, dat dat toch ook in die schaalvergroting zoek. Ja, maar die zijn bij ons al weg. Nee. Want ik zit tegen Uithoorn. Ja. Je hebt geen akkerbouwontwikkeling meer. Dus want Uithoorn Amstelveen, als het dicht aan mijn achterkant dan, zit alles aan elkaar vast. Ja, ja. Ik ben de laatste boer daar eigenlijk. Ja, standvastig. Nou ja, standvastig. Ja, maar je hebt er toch, ik heb het nog naar mijn zin daar wel. Je hebt toch nog wat ruimte daar. Ik woon daar nog naar mijn zin. En op het land, ja, niemand woont eigenlijk zo. Je loopt zo het land in bij mij. Ja. Dat is ook een soort rijkdom. Dat begrijp ik heel goed, dat rijkdom maar is. Ja, je moet wel afscheid nemen van bepaalde dingen. Ja. Hoe hebben jullie dat als filmmakers ervaren? Want jullie hebben daar iets meer van afstand naar gekeken. Jij hebt dan wel aan de rand van Amstelveen gewoond, maar toch anders dan als je daar middenin zit. Nou, wat ik heel erg ook als stedeling best wel schokkend vond, is dat toen we begonnen was klimaatverandering een soort een beetje ver van bedshow. Hè? Ja? En wij merkten gewoon in die jaren dat we dat Gerlach kreeg steeds meer last van. Hè? De ene keer. Ja, hij zegt van dan weer verdrogen we, dan weer verzuipen we. Dus hij moest steeds meer proberen toch die oogst weer te redden op wat voor manier dan ook. En dat vond ik toch best wel schokkend om te zien dat het de tijd dat je kan oogsten wordt veel kleiner. De seizoenen die zijn niet meer wat ze zijn geweest, zijn niet echt duidelijk voor je seizoenen meer.
Dus dat vind ik wel heel schokkend. En ook wat je zegt in de film. Van ja, als je hier, het is hartstikke vruchtbare grond, geeft heel veel opbrengst. En als je daar dus gewoon weer een distributiehal op zet, dan is die grond gewoon voor 1000 jaar akkerbouw geschikt. En ik dacht ook, en 5 jaar geleden dacht ik ook van, nou ja, misschien, hoezo krijgen we ooit voedseltekorten? Maar nu toch wel beangstigend is in de wereld met alle oorlogen om ons heen, denk je van, nou, het zou zomaar kunnen gebeuren. En dan hebben we eigenlijk hele goede grond opgegeven voor die distributiehallen. En dan zitten we misschien later echt te balen dat we dit hebben gedaan. Dat we het allemaal met z'n allen hebben laten gebeuren. En het is ook toch een gek beeld dat dan de McDonald's, maar nou ook de New York Pizza. En dat je denkt, ja, dat gaat allemaal ook gewoon door natuurlijk. Dus ook al als samenleving. Ook voedsel, maar eigenlijk niet de goede insteek. Nee, en dat weten we allemaal, dat dat ook natuurlijk niet gezond is. En ik bedoel, iemand mag best een keer een hamburger eten, maar het gaat daar veel over, dat er natuurlijk veel mensen ook te ongezond leven. En dan is het best cru dat zo'n gebied eigenlijk waar iemand hartstikke goede bieten en aardappelen heeft, dat verdrongen wordt door zo'n New York pizza. Want dan betekent dat dat het verdwijnt. Want dat gaat niet ergens anders naartoe, want we verstedelijken en er wordt natuurlijk steeds meer volgebouwd. Ja, maar de mensen willen ook bij McDonald's eten. Ja. Ziet u meer bezoekers bij de McDonald's dan bij u in de winkel? Ja, voor die kinderen, het is ook wel leuk natuurlijk. Ja? Ja, komt u er zelf wel eens? Nee, nooit geleden. Maar ik hoor dat ze er allemaal genieten. Ja, het is ook wel, je gunt het. Er gaan miljoenen mensen in de week bij McDonald's eten. Dus ook als het de vraag er niet was. Maar ik heb wel op die mensen mopperen met zo'n McDonald's en ook met die distributie. Maar dat komt ook allemaal uit China en noem maar op. We willen dat ook. Het moet ook goedkoper. En als je misschien duurdere eten gaat produceren, of kleinschalig, wordt het ook heel duur. Het moet ook de netto loon eigenlijk omhoog. Je zit ook allemaal vast aan kosten, de mensen. Dat merk ik ook wel. De huren zijn hoog, alles is hoog. En als het eten ook nog duur wordt. Want vroeger gaven de mensen 40% aan hun voedsel uit. En nu nog maar 10 of 11. Ja, precies. Ja. Dat is een heel ander stijl nu. Ja, en dat is een hele kanteling die eigenlijk gebeurt. Precies. Waar als individu weinig invloed op uit kunt oefenen. Nee, en de mensen moeten ook rond zien te komen met allerlei dingen. We zitten toch vast in een soort Frankenstein-achtig systeem waarin je je kan niet zomaar zeggen, we gaan het nu in één keer helemaal anders doen. Maar ik denk wel dat er bewustzijn moet ontstaan dat het ook wel anders zou kunnen. En er zijn natuurlijk allerlei initiatieven dat het wel anders kan, maar gaat wel verdomde langzaam. Ja, maar als je natuurlijk 17 miljoen mensen wil moeten eten. Ja. Dan kun je wel een voedselbos doen. Dat is ook prima. Maar dat gaat vaak naar dure restaurants. Ja. Dat is heel wat voedsel nodig. En we staan eigenlijk nog maar op de 8e plek van zelfvoorzienend. Ja. En we exporteren wel voor 100 miljard. Maar we importeren ook al voor 80 miljard. Ja, is eigenlijk wat Aliona net zei. Hè? Dat we hoe wij aan ons voedsel komen, dat dat verandert. En de vraag is waar dat op een gegeven moment echt begint te knellen. Dat het verkeerd uit gaat pakken. Dat is precies. Als je natuurlijk ruzie krijgt met zo'n land. Dan, Want jullie begonnen aanvankelijk met de documentaire. We gaan iemand portretteren. Iemand die gewoon een mooi karakter is voor onze film. En gedurende het proces zie je dat dan toch verandert. Omdat je 5 jaar bezig bent. Omdat daar een omslag in komt. Ja, maar het is eigenlijk veel meer ook een film over vriendschap geworden. Hè? Ja. Dus uiteindelijk is het heel erg over misschien ook het sociale weefsel van die poldergemeenschap, hè? Van al die vrienden die eindeloos bij Gerlach komen binnenwaaien. En we noemen het is een beetje een soort ongesubsidieerd buurthuis, hè? Zijn keuken waar iedereen. Dat zijn ook wel vaak oudere mensen. Dat verdwijnt aan de keukentafel, wil je het ongedwongen van vroeger nog. Precies, ja. Daar hou ja, ik van, hè? Ja, precies. Maar die mensen zijn ook al oud, allemaal. Ja. Dat is een hele. Dat heeft de toekomst ook niet. Nee, maar denk jullie. Misschien dat de jeugd misschien wat weer anders wil. Maar is dat eigenlijk een uitnodiging aan de jeugd om aan te schuiven bij u aan de keukentafel? Ja, is prima hoor. Ja? Ze zijn wel bij. Ja, maar het is een hele andere swing nu in deze tijd. Dat is het zo. Ja. Dit is nog iets vanuit mijn jeugd eigenlijk ook. Hè? Ja. Die mensen hebben vroeger ook vaak, zoals Wil van Vliet, bij een boer gewerkt. En het zijn allemaal onteigende boeren, toch? Ja. En de melkman, die vroeg, die is nu ook 84, die komt bij mij nog eens even koffie drinken. Ja.
Het is wel een culturen die allemaal voorbij zijn. Eigenlijk, ja. Eigenlijk een film over vergankelijkheid. Ja, ook. Ja, daarin komen denk ik de verschillende verhaallijnen samen. Ik denk ook de spelen van dit soort dingen, net als de klimaatverandering en die dreigende onteigening, die spelen op de achtergrond in de film. Maar uiteindelijk is het ook een film met heel veel toch ook wel komische scènes, omdat ook de gesprekken in de keuken zijn vaak toch heel grappig ook wel. En er zijn vrienden van Gerlach die zitten in de keuken. Ja. En ook als Gerlach naar de winkel gaat, Gerlach verkoopt ook groenten vanuit de winkel op het erf. En dan zitten de vrienden nog in de keuken, die becommentariëren eigenlijk wat er in de buitenwereld gebeurt. Als een soort muppets zitten ze eigenlijk de film van commentaar te voorzien. Dus dat vonden wij ook hele mooie scènes die misschien qua verhaal niet een heel belangrijk element zijn, maar wel als het gaat over het leven zelf en over vriendschappen. Dus in die zin is het ook een komische en een troostrijke film. Dus ik denk dat daar dat woord feel good vandaan komt. Dat je komt er echt met een goed gevoel uit. En de allereerste persoon die die film zat op het ITVA en die schreef, die moest een stukje over schrijven, zei: oh, ik voel me een beter mens nadat ik de film heb gezien. Oh, wauw. Ik vond het zo leuk. Oh, dat begint goed. Ja. Dat is het liefste, zoals je eigenlijk wil dat je publiek de zaal gaat verlaten. Ja, nou ja, ook omdat Gerlach heeft een soort, ik weet niet, sociale betrokkenheid. Je bent betrokken bij de wereld en bij de mensen om je heen. Je bent ontzettend gastvrij. En hoe heet het nou dat je standvastigheid of zo? Ja, standvastigheid. Nou ja, ik dacht wel van, het is alsof die Gerlach is er nu voor geknipt. Want je gaat gewoon door, ondanks reuma, ondanks klimaatverandering, tegenslagen, gedoe. Toch sta je elke keer maar weer op dat land en ga je toch maar weer door met het leven. En dat is toch, dat geeft op een rare manier geeft dat een soort hoop. En een soort van, als Gerlach het kan ik het ook. En ook de liefde voor dat land. En de manier, niet alleen Gerlach, maar ook mensen eromheen die dat land lezen, is ook heel leuk om te zien. Als je zelf niet echt met akkerbouw te maken hebt gehad, dat je ziet dat Gerlach die proeft op een gegeven moment graan. En dan weet hij eigenlijk, het is al wel of niet goed. En dat zijn ook mooie dingen. Op die manier zijn wij ook met film bezig eigenlijk, toch? Vanuit een soort liefde voor wat je aan het doen bent. Ja. Dus dat straalt ook. Maar ik deel het wel met Boudewijn. We hebben het al heel gezegd. Ja. Mijn broer helpt me. En we overleggen altijd wat we gaan doen. Ja, dus het gaat ook over familie. Als ik het helemaal alleen deed, dan was het ook een beetje, was het wel een eenzaam ding. Maar mijn broer die helpt me altijd. En uw broer haalt u op de been? En ook uw andere broer die u helpt? Nou, alle drie. Alle drie. Ja, maar ik vind wel, als het natuurlijk winter is, het niet zo heavy. Nu kijk maar naar dat weer. Maar dan wordt het van voren, denk ik, ik ga lekker alles weer in het land doen. Lekker weer naar buiten. Het winter is wel eens een beetje zat met al die regen. Ja. Maar dan wordt het weer voorjaar. En dan vind ik het heerlijk om wat te doen. En Boudewijn ook. Ja. Dan gaan we weer plan maken, wat gaan we allemaal doen. Het is ook wel gezellig om dat te doen. Met elkaar te doen. En dan heb je de ruimte toch nog in het land. Ja. Heerlijk. En dat is een beetje je rijkdom en je vrijheid nog. Snap en Wim, die filmt alle oogsten en ook al die archiefbeelden die in de film gefilmd zitten. En nog wat stukje van mijn moeder. Broer gefilmd, ja. Die heeft vond ik wel heel wat om mijn moeder weer te zien. God, het was al een apart. Ja, want die is jong overleden, begrijp ik. Ja, ook vroeger hebben we daar met z'n drieën, mijn zussen was al getrouwd. En we waren met z'n drieën en dan kookte ik. En we hebben elkaar altijd geholpen. Weet je, als er wat was, Wim met die rechtszaken. Want ik heb helemaal niet gestudeerd. Want omdat ik op mijn 14 al die boerderij deed. En mijn vader was ook nog 3,5 jaar ziek. Jeetje, ja. Ik heb alleen maar, vroeger was alles ook met de hand. Heel druk wel gehad, veel gewerkt. Maar je wist ook niet beter. Dat deed toen iedereen. Ja, want hoe kijkt u daar nu tegenaan? Want u was 14 en u runde op de boerderij. Als je nu kijkt naar jeugd en die is 14. En hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat jongeren ook veel kunnen. Maar dat mag niet meer door regelgeving. De regelgeving beperkt eigenlijk heel veel van de jeugd van nu. Ze mogen dit niet, dan moet ze. Ze moet onder begeleiding in een boom klimmen onderhand. ik vind het heel apart. Ja. Ik kom wel eens erg, dat mag je niet doen, want je bent nog maar 14. Nou, dat vind ik, dat kwam bij ons vroeger niet voor. Nee, snap ik. Ik vind het zo dichtgetimmerd voor een hoop dingen. Ja, dat is de vrijheid die u nu ook gewoon nog heeft op uw land. Ja, maar vroeger ook al. Ja. Toen had je al die regels niet, dat mocht het ook.
Je zal niet een nieuwe jochie van 14 die nou een boerderij gaat doen. Nee, dat kan gewoon niet meer. Maar het zou wel kunnen, denk ik, maar ze krijgen de kans niet. Ja. Ik denk dat het er allemaal in zit. Ja. Ik vind het dat is heel raar. Dan zeggen we, ja, het kan niet meer, maar ja, wat kan er dan nog wel? Ik vind het een beetje beperkt. Omdat wij zo'n vrijheidsdrang altijd hebben gehad. We deden vroeger ook van alles. Dat kan nu nog wel, hoor. Je moet een beetje de randjes opzoeken om het voor jezelf te creëren. Dat doen we nog steeds. Ja, precies. Hele andere vraag nog. Want u leeft daar aan de rand van Amstelveen op uw eigen boerderij. En in één keer staat u in het middelpunt van de belangstelling. Daarom moest ik wel aan binnen, hoor. Ik ga liever altijd stiekem zo naar de achterdeur naar binnen. Ja. Ik hoef niet zo door, maar ik heb er ook wel van genoten. Ik heb leuke mensen ontmoet in Tuschinski en in Carré, waar die film heeft gedraaid. En ook in Amstelveen. Ja. Ik vond het heel mooi om dat mee te maken. Mooi. Gezellig. Die Mona Keijzer waar ik net op. Ja. Normaal zie je dat niet. Maar die had ik toevallig toen. Toevallig dan. Hè. Het heeft uw leven verrijkt op een hele andere manier. Ja, hele andere manier net. Weet je. Ja. Mooi. Als het. Hoe gaat het nu verder? Want u zit daar nog, maar hoe gaat het nu verder? Heeft de gemeente Amstelveen al gereageerd op deze documentaire? Nee, ze hebben niks gehoord. Nee. Bij de première in Amstelveen zeiden we voor de grap, als er mensen zijn van de gemeente, kunnen ze misschien even gaan staan. Maar daar is niemand op gestaan. Nee. Nog geen reactie gehad. Ja, maar dat komt wel goed. Het komt wel goed. Daar heeft u alle vertrouwen in. Ja, ach. We wachten. Ja, ik ben niet echt kwaad op de gemeente Amstelveen ook. Het loopt zo, hè. Want het gaat eigenlijk allemaal om geld. En dan krijg je zulke toestanden, hè. Ja. Nou, dat vond ik wel een schokkend moment in de documentaire. Want daar kwam op een gegeven moment iemand langs. En die zei tegen u, hè, die wilde u een bedrag bieden voor uw land. En die zei van, ja, maar dan kunt u gaan reizen. En toen dacht ik, maar heeft u daar wel behoefte aan om te gaan reizen? Nee, ja, maar dat zo gaat dat, hè. Die grote bedrijven, die denken vaak alleen maar in geld, hè. Ja. Dat je dan blij van wordt. Ja, ik moet ook boodschappen doen. Maar zou er een prijs zijn, tegen welke u uw land zou willen verkopen? Nou, in de praktijk eigenlijk niet. Maar in de praktijk moet je een deal gaan maken. Want je hebt eerst een landbouwbestemming en dan krijg je een bedrijfsbestemming bij ons. Hè? Ja. En door die bestemmingwijziging kan je het nooit. Dan moet je er een keer afstand van doen. Of je wordt onteigend op de lange termijn. Hè? Dan kun je beter maar zeggen, nou, ik mag blijven wonen. Daar hebben we heel lang over geonderhandeld. Dat ik mocht blijven wonen daar. Dat was eigenlijk de grootste act voor ons, om dat voor elkaar te krijgen. En als ik nu 10 jaar verder kijk, waar woont u dan? Nog steeds daar. Ik ga echt naar Azië daar. Oké. Okay. Nee, maar of ik, als ik te zat ben, of ik ben ook niet zo... Ik kan overal afscheid van nemen, hoor. Als het moet, dan moet het. Maar dan ga ik ook niet depressief van worden. Oké, nou heel mooi eigenschap. Nee. We hadden het net ook over dat de film ook gaat over vriendschap. En ik wil graag naar een fragment gaan kijken uit de film over die vriendschap. We worden ouder en we maken van alles mee. Hè? Gegeven moment is het toch afgelopen. Zo heb je al die culturen, net als de Inca's, alles heeft zijn tijd. Verdwijnt gewoon, ja. En de natuur neemt dat weer in. Ja, het leven is toch voor de jeugd, hè? Maar ja, wij rommelen ook nog een beetje mee, meermal. We zijn nog niet helemaal aan het eind. Mensen, die hangt toch aan het leven, hè? We kunnen nog lang genoeg onder de grond liggen, hè? Zo is het. Het zijn allemaal mensen van een dag, dus. Hè? Hoe kijkt u tegen dit fragment aan nu? Nou ja, ik moet er ook wel om lachen. Maar ja. Ja, het is toch een beetje emotie ook, hè, voor mij. Snap ik. Ja, want voor de kijkers, Rinus is inmiddels overleden, hè? Ja, het is wel een grote klap voor ons, hè. Snap ik. Ja. Hij kwam elke dag en hield die raad bij.
Een heel gezellige, we aten ook met z'n allen. Gezellig, lekkerder als je alleen eet, als dat je alleen eet. Begrijp ik, ja. Ja, en er kwam nog een man, dat die heette Theo. Die is daarvoor ook al overleden. En dat was dan weer een zwager van de zuster van Rien, was die 90 oud. Dat was uit elkaar gegaan. En die sliep een beetje bij een boer hier en daar in de schuur en at hij bij mij. Okay. En een beetje een zwerver. Die heeft jaren dag bij mij gegeten. En heel gezellig ook. Maar het is eigenlijk... Ja, dat snap ik. Het is afscheid nemen. Het is afscheid nemen. Maar ja, goed. Afscheid. We hebben het wel heel goed gehad altijd. En dat is mooi om op terug te kijken. Ja, we hebben het heel goed gehad met z'n drieën. Ja. Mooi. En als ik u vraag, hè, van we rommelen nog wel even door, zegt u ook in dat fragment. Als ik u vraag over doorrommelen, welk advies zou u aan volgende generaties in Amstelveen willen geven? Met uw ervaring en uw wijsheid? Nou, gewoon doordouwen in je leven. Proberen. als het tegenslag is, moet je toch proberen dat je doorgaat. Hè? Dat je alles bij elkaar raapt en probeert. Daar bent u het levende bewijs van met dat alle tegens. Dat vind ik belangrijk, dat je niet in de put gaat zitten. Ja, mooi. En een beetje de humor erin houden. Hè? Dat is wel duidelijk. En dat is ook maar allemaal betrekkelijk, joh. Uiteindelijk, ja, je moet er ook niet te diep in gaan zitten. En bepaalde dingen. Doorgaan en er het beste van maken. Ja, en de humor erin houden. Nou, dank. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor het mooie gesprek en dat u er hier vandaag ook wilde zijn. Nou, leuk. Vond het heel leuk. Ja. En voor degene die Gerlach willen kijken, de documentaire. Hij is al een aantal keren vertoond in Cinema Amstelveen. Maar het is een heel groot succes. Dus vandaar dat ze proberen om zoveel mogelijk verder te programmeren. Kijk op de website van Cinema Amstelveen om te kijken wanneer de film geprogrammeerd is. En ik heb nog iets leuks voor onze kijkers. Want we hebben tegels gekregen met uitspraken van u. Eén van alles wat je niet wilt, krijg je. Ja. Dat is aan de orde gekomen. Het leven is met een schaartje te knippen. Niet met een schaartje te knippen, sorry. Deze tegeltjes kunnen kijkers van 1 Amstelveen winnen. En onze vraag is, welke prijs, er zijn meerdere prijsprijs, maar welke prijs heeft de documentaire Gerlach gewonnen? Weet je het antwoord op de vraag, dan kun je mail sturen naar redactie@amstelveen.nl. En als we heel veel inzendingen krijgen, dan gaan we loten wie de winnaar is. En dat laten we in het nieuwe jaar weten. Dank voor jullie aandacht. Ja, dank je wel. Dank je wel.